Vandaag, woensdag 12 februari, sta ik hier in de Oude Kerk in Voorburg voor de uitreiking van de Fleet Awards Cultuurprijs. De uitreiking wordt omlijst door een gevarieerd muzikaal programma. Van het Jazz Culinair Festival. Voorburg Jazz Culinair, ja, zo is de officiële naam van het festival. Hoe was het om hier een voorproefje te geven? Ja, hartstikke leuk. Het was eigenlijk een beetje verrassing. Annette Weijermaars van Huygens Festival vroeg me een aantal maanden geleden. Ik vind het niet leuk om de uitreiking van de cultuurprijs gezamenlijk aan te kleden als amuse. Klassiek en jazz naast elkaar. We hebben twee mooie festivals en dan presenteren we dat vast vooruit samen met de cultuurprijs. Ja, Voorburg Jazz Culinair is een driedaags festival in de zomer. Het eerste weekend van juli, meestal de laatste jaren. Wordt voor de zesde keer gehouden deze keer. En het is een combinatie van vooral jazzmuziek, een beetje blues, een beetje soul, een beetje Latin misschien. En dan een aantal restaurants uit het oude centrum, hier uit het Huygens Kwartier, die hapjes serveren, kleine hapjes, grote hapjes. Voorzitter van het Huygens Festival. Wat is precies het Huygens Festival? Het Huygens Festival is een festival voor klassieke muziek. En dan in de breedste zin van het woord, dat we hier vanavond ook laten zien. We hebben barok, we hebben klassiek, maar we doen ook af en toe wereldmuziek. We hebben dans, de klassieke dans erbij. Orgel, koren, kamermuziek. Voor jeugd, door jeugd, amateurs, professionals. Een potpourri klassieke muziekfestival. Het festival begint op vrijdag 11 september. En het eindigt op 13 september. En wat is dan de relatie met de Fleet Awards? Vorig jaar werd de cultuurprijs georganiseerd door A Walk in the Park, maar dat is er niet meer. En dit jaar heet de cultuurprijs Fleet Awards Cultuurprijs, dus eigenlijk nog hetzelfde. En het is ons gegund om als festival dit te mogen organiseren. En het is voor het eerst dat we het samen doen met Jazz Culinair. Dat is een feestje. Dat is echt een feestje, want je leert van elkaar en het is heel leuk samenwerken. Het versterkt elkaar aan alle kanten.
ga ik even op mijn briefje kijken. Want dan kom ik bij de Fleet Award Cultuurprijs. Want die gaat dit jaar naar een collectief. Een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband van verschillende organisaties dat culturele ontwikkeling en vernieuwing stimuleert, maar ook de geschiedenis van deze prachtige gemeente eert. En de cultuurprijs, Fleet Award Cultuurprijs, zoals dat zo mooi heet, die gaat naar het Erfgoedpodium. Dames en heren, ik vind het een eer om hier te staan en namens de partners van het Erfgoedpodium deze cultuurprijs in ontvangst te mogen nemen. Zoals u eerder hoorde bestaat het Erfgoedpodium dit jaar alweer 5 jaar. Dat zijn 5 jaren waarin we een ontwikkeling hebben doorgemaakt van het voorzichtig aftasten en uitproberen tot de hechte groep die wij nu zijn. Een groep met een jaarprogramma, een groep met een eigen jaarlijkse dag, de Erfgoeddag, dit jaar op 18 april. En een groep met een gezamenlijke achterban van vele honderden vrijwilligers. Astrid van Eekveren, wethouder van onder andere cultuur. Wat is nou eigenlijk de Fleet Awards Cultuurprijs? Nou, de Fleet Awards Cultuurprijs, dat is een waardering voor een organisatie, instelling, persoon die zich heeft ingezet op het gebied van kunst en cultuur. Het is er sinds 2016, het is 2 keer eerder uitgereikt. En dit is eigenlijk de 3e keer, maar Fleet Awards is wel een nieuwe verzamelnaam voor de cultuurprijs, de vrijwilligersprijs en de sportprijs. Hoe is dan bepaald wie deze prijs wint? Nou, het is nu een oeuvreprijs, dus het is nu voor het samenwerkingsverband van het Erfgoedpodium. En we gaan nu kijken hoe kunnen we dit inbedden in een vaste structuur. En dan gaan we kijken van nou, wat gaan we dan volgend jaar, hoe gaan we het vormgeven met een nominatie en wie kunnen zich inschrijven. En dus, nou ja, dat komt allemaal nog. En waarom is dat Erfgoedpodium dan zo belangrijk? Het Erfgoedpodium is heel belangrijk omdat het een samenwerkingsverband is van meerdere organisaties die elkaar motiveren en stimuleren en die door samenwerking en verbinding het erfgoed in onze gemeente levendig houden en eren. En dat is iets heel moois. Carly Ritter van het Erfgoedpodium. Wat is het Erfgoedpodium? Het Erfgoedpodium is een platform waarbij erfgoedlocaties, maar ook stichtingen, verenigingen binnen deze gemeente samenkomen. Het zijn er nu zo'n 19 die dan een aantal keer per jaar vergaderen, elkaar ook helpen. Dus op het gebied van educatie, van activiteiten. En op het moment dat er samenwerkingen worden gezocht, dan is de drempel dus wat lager. Want aan zo'n tafel kan je makkelijk de verbindingen gaan leggen. Wat is er vanavond gebeurd? Vanavond zijn de Fleet Awards 2019 uitgereikt in de Oude Kerk. En het Erfgoedpodium heeft die gewonnen. Dus ik heb die vandaag in ontvangst mogen nemen. Dit is hem. En hoe belangrijk is deze prijs dan voor jullie? Voor ons is het natuurlijk heel mooi dat wij een prijs winnen en dat de samenwerking goed gaat. En dat het ook wordt erkend in deze gemeente en dat we daar dus deze mooie prachtige prijs van Frans Kokshorn hebben mogen ontvangen. Dus voor ons gewoon een hele eer. Ten eerste dat er ook aan ons gedacht wordt. En het Erfgoedpodium is nog niet onder iedereen misschien zo bekend. Dus misschien dat deze prijs ons ook wat meer naamsbekendheid gaat geven.